De werkzaamheden rond de bouw van de nieuwe DNA-vergaderzaal zullen binnenkort on hold gezet worden. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur typeert de hele discussie die bij de samenleving teweeg is gebracht als een maatschappelijke verontwaardiging. Hij stelt hiernaast dat de werkzaamheden nu nog plaatsvinden omdat er momenteel een stortingsproces gaande is die niet gestopt kan worden. Maar we moeten de zaken in perspectief blijven zien. En wij hebben gemeend als drie ministers van Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Openbare Werken daar even goed naar te kijken om de mogelijkheden te creëren om met de verschillende betrokken actoren nog eens goed te kijken naar de zaak. En daar is een discussie ontstaan van waarbij we de documenten ernstig hebben reviewed, herbekeken. We hebben wat deskundigen opgezet, is nog steeds gaande. En we hebben vanuit het overleg met de drie ministers gemeend om af te spreken dat gelet op de situatie voor de voortgang van het project, dat wij voorgesteld hebben even dat project on hold te zetten, althans de bouw. Wat is gaan gebeuren is dat we zien dat er op de site door wordt gewerkt en dat heeft te maken met een aantal afspraken met de minister van Openbare Werken. En dat hebben we gisteravond doorgekregen dat het te maken heeft met het vlechtwerk aan de basis en dat mag geen stagnatie ondervinden. Ory zegt dat het vlechtwerk rond 1 november af is. Hij merkt op dat rond deze periode er wat rust zal zijn om belanghebbenden de gelegenheid te geven om te discussiëren over de architectuur van het gebouw. Let wel, er is geen discussie over of er wel of niet gebouwd mag worden. Er is een discussie over de architectuur van het gebouw. Het heeft te maken met de pui aan de voorkant en de hoogte van het gebouw en de grootheid en de uitgebreidheid van het gebouw, dat straalt rond de Palmentuin. Dat zijn discussies die we met elkaar voeren. Dat wordt nu voorbereid, ook met die technische organisatie ICOMOS bij de UNESCO, die daar adviseert over. En ik geloof er nog steeds in dat we op een goede basis dat kunnen volbrengen tot een resultaat waar beide partijen positief over de zaak kunnen praten en dat we daarmee de bouw kunnen voortzetten, dat er een zaal gaat komen voor DNA. Onderdirecteur-directoraat Cultuur Clifton Braam zegt dat het ministerie zich aan alle wetten en verdragen heeft gehouden. Het klopt volgens hem helemaal niet dat het PURP-project stopgezet is.